aantal weken geleden heb ik een prijsvraag gedaan op mijn website. Daarin heb ik gevraagd aan jullie om te voorspellen wie de Masters zou winnen. Niemand had Charl Schwartzel voorspeld. Dus we zouden kunnen zeggen de ballen die blijven bij mij. Maar ik heb even gekeken welke spelers het beste zijn geëindigd van de genoemde namen. Dat waren Tiger Woods en Luke Donald. Die zijn allebei op de gedeeld 4e plek geëindigd. Dus onder degene die namen hadden voorspeld, ga ik het dozijn verloten. Dat doe ik op een wat apartere manier dan normaal. Ik heb hier 6 ballen liggen. Ik sta hier op de Veluwse Golfclub op de 7e hole. En wat ik nu ga doen is, ik ga 3 ballen slaan. Die heb ik gekoppeld aan degene die Luke Donald hebben genoemd. De bal met nummer 1 is voor Maarten, de bal met nummer 3 is voor Thomas en de bal met nummer 4 is voor Auke. Nou, vandaag hebben we een gastster bij ons. En die gaat meedoen, Floris de Vries. Jullie kennen hem allemaal. Nou, Floris die gaat voor Tiger spelen. Degene die Tiger hebben genoemd zijn Jan Kees. Dus nummer 5 bal geldt voor Jan Kees. Nummer 7 bal geldt voor Aad en de nummer 8 bal geldt voor Mark. Dan gaan we beginnen. Wat sla je? Een 8. Een 8, oké. 144 meter. 144, ja. Oeh, die is mooi recht. Is goede lengte. Oh, fractie kort. Ja. Oeh, naar het midden van de green. Iets betere lengte. Oké, we komen aan bij de green. We zien alle ballen zijn toch iets te kort gebleven. Er was iets meer wind tegen dan we hadden gedacht. Maar het is toch duidelijk één bal wat dichterbij dan de andere. Dus gaan we nu kijken welke dat is. Spannend. Zeker spannend. Deze bal. De tijdlist 4. En als ik het me goed herinner, is Auke de winnaar. Auke, gefeliciteerd. Dozijn ballen komt zo snel mogelijk naar je toe. Nu op naar het US Open.